Ja, beste kijkers, van harte welkom bij het programma Natuurtv TV Talktime. En in deze uitzending hebben we als gast Alberto Rensch. En hij is afkomstig uit Suriname en is natuurgeneeswijzer. Ja, Barry, van harte welkom. Kan je wat vertellen hoe jij in aanraking bent gekomen met de hoogwaardige planten en kruiden vanuit Suriname? Nou, ik ben in aanraking gekomen uh, met deze kleur geneeskunde mm -hmm. uh, door mijn vader Dr. Landveld uh, was de oprichter van Odanio in Suriname. Ja. En natuurlijk heb ik de backing ook gekregen van de heer uh, Richard Gulmor. Ik ben zo'n zo leerling ook geweest. Ja, dus um, de kennis van deze planten en kruiden is je met name overgedragen. Je, hebt het, je had het net over overweilen dokter Landveld, jouw vader. En hij heeft jou ook geïnspireerd, en ook met betrekking tot hetgeen waarmee je nu bezig bent. BKP kruiden en preparaten. Kun je daar wat over vertellen? Dat klopt. Nou, Berries Kruiden en Preparaten is opgericht in 23 mei 2019. Hier in Amsterdam. Nou, Door de inspiratie van mijn vader, wat ik net zei, uh, had ik het gevoel gekregen van ik ben de next generation. Nou, dat betekent, het is, is een uitdaging. Ja. Dus waardoor uh, ik heb ik mezelf tot orde geroepen, waardoor ik dacht van hey, wat, wat, gaat er, wat gaat er gebeuren? Dus toen ben ik me uh, meer uh, gaan focussen op uh, studies, yeah. uh, zoals uh, massageopleidingen, holistische opleidingen en uh, natuurlijk uh, een deel van de reguliere geneeskunde uh, ben ik gaan studeren in het uh, medisch basiskennis uh, CPO. Dus waardoor dat ik mij dat ik gewoon kan participeren in deze maatschappij. Dus uh, er zijn heel veel uh, wetgevingen waarmee we rekening moeten gaan houden. Dus uh, dat heeft me goed geïnspireerd om vandaag aan de dag uh, een, een goed gerenommeerd uh, bedrijf uh, te, te runnen. Ja, jullie afkomst, jullie zijn Marons, dus even voor de kijkers. Hè? Dus ja. De Marons waren eigenlijk de slaven die toen, uh, als we heel veel teruggaan, al vanaf het jaar 1700 in de binnenlanden van Suriname zijn geboren en getogen en zich hebben in stand hebben gehouden. Uh, ja, kan je daar iets over vertellen Of hoe je bent opgegroeid? Waar komen jullie vandaan? Nou, natuurlijk, uh, mijn voorouders komen uit het uh, dorp Ganzi. Ja. <laughs> uh, zo'n dorp die werd uh, gerund door de Molovische Mol broeder. Ja. De, zeg maar, de, ze zijn gekersten. Ja. <laughs> Toen de tijd nog steeds. Ja. En uh, door de transmigratie zijn ze um, naar de klas gekomen. Die, die is naar de nieuwgaanse brans. Ja. Dus uh, waardoor uh, mijn vader, dus oma, die zijn naar de klas gegaan. Ja. En daar ben ik geboren. Okay. Dus, uh, en, tot mijn dertiende jaar dus ben ik naar de Paramaribo, uh, voor zeg maar, verder onderwijs. En uh, ja, dus uh, daar ben ik. En vandaag ben ik, uh, heb ik mijn vader zeg maar, overgenomen uh, hier in Europa, Amsterdam. Ja. Uh, om met de praktijk verder te gaan. Zonder ja. het leven van de mensen te verzachten. Ja, Nee, dat is heel duidelijk. Hè? Je, je praat over, uh, ...ja, ons: je praat over de hoogwaardige kruiden en planten. Hè? Deze hoogwaardige planten- en kruidenmix, afkomstig uit de jungle van Suriname, ...worden gebruikt bij veel voorkomende ziektebeelden. Uh, kan je hierover wat vertellen, Berry? Heel graag, dat is een mooie vraag. Uh, als men uh, kijkt naar de logica. Ja. Rond het jaar 1770 17, 17, 17, uh, hadden ze geteld uh, om bij 5.000 uh, marons. Ja. Yeah. Ja. En uh, de laatste voorstelling die was, uh, als ik het goed heb, 2012. Uh, zijn ze gekomen op 120.000 marons. Maar dat is in Suriname. Ja. Yeah. In het buitenland die hebben we nog niet geteld. Dus. En als je ernaar gaat, uh, je ziet heel veel. Uh, prominente marons in, in de maatschappij. Yeah. Uh, ze hebben heel veel uh, 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 kaders. En de logica zit daar. Om te kijken wat, wat de kracht van de natuur is. Yeah. Dus die tijd, 1770, waren er nog geen reguliere artsen daar. Nee. Nou, zie daar. Ga je nou nu kijken van hé. Hey. Er, er zit iets erin. Mm -hmm. Dus in onze uh, kruiden, yeah. natuurlijk holistisch ook. Yeah. Zit er, er uh, wat erin? Potentie erin. Dus nu probeer ik nu op dit moment uh, te implementeren, weet je, yeah. in de maatschappij. Uh, en uh, het komt allemaal het leven van de mensen te uh, Jouw ervaring en expertise op het gebied van de hoogwaardige planten en kruiden. Je geeft ook allerlei behandelingen. Kan je daar voorbeelden van geven? Um, wij geven allerlei soorten behandeling van uh, ziektebeelden en aandoeningen. Yeah. Um, we krijgen zelf uh, mensen die worden gestuurd door de bepaalde huisartsen die zeggen van, uh, ga het proberen bij, bij de preparaten, want ik stuurde heel veel mensen naartoe en uh, ja. ze komen met uh, uh, succes. Weer dat ze zijn goed behandeld door, door, door de BKP. Ja. En uh, dat is een heel goede ervaring van ons, naar, naar de gemeenschap toe. Ja. We weten natuurlijk ook dat vanuit uh, de Surinaamse cultuur, nee? hè, zowel in Suriname als in Nederland... Dat de mensen uh, zich ook bezighouden met Dreesys. Um, kan je daar iets over vertellen? Van als je kijkt naar die hoogwaardige kruiden en planten en Dreesys, hoe zie jij dat? Uh, ik zie dat, dat uh, wat, we, uh, wat wij moeten doen. Uh, bij deze wil ik het ook een, als een boodschap naar mijn collega's ook direct sturen. Hè? Okay, okay. Want de reden waarom? Dat men moet weten wat, uh, wat, uh, wat het verschil is. van ik zou het woord 'hometeen' meteen goed hoor. Ja. het woord gebruik Bono en osodresie. En Ossodresi, ja. Yeah. Er zit een groot verschil daar. Oké. Okay. Snap je? Dus ik wil niemand ook uh, aangenaam ook, uh, ja, ja, verminderen of zo. Ja. So. Ja. Maar goed, bij deze moeten we heel voorzichtig zijn. Snap je? En daar hebben we ook een cultuur. Een cultuur is ook heel ja, iets anders dan men dat denkt. Ja. Nou, we hebben het over uh, de kruiden en de uh, planten gehad vanuit uh, Suriname, de holistische werking. Je hebt iets uh, samengesteld wat ook heel hoogwaardig is. Kan je het, kan je het even iets over vertellen? Nou, dat is een van de voorbeelden. En uh, Feitelijk, uh, van de BKP. Ja. Ja. Hier heb ik, uh, hebben we een drank. Ja. De, deze drank die noemt men Manwood. Mm -hmm. Ja, Wat een naam, Menwood. Vroeger in het binnenland uh, hadden de mannen uh, drie of vier vrouwen. Oh, ja. En dan moet je al die vrouwen. Beurtelings moet je ze uh, uh, goed kunnen, kunnen helpen. Ja. En van waar, van waar had je die, die, die kracht? Ja. Dus waardoor hadden ze uh, hun kruiden, drank ja. gemaakt om, om hun potentie ja, te verhogen. Te verhogen ja. zodat, ze, zo, zodat ze constant hun werk, <laughs> als het ware, konden doen. Tot slot, Berry. Hoe kunnen mensen die interesse hebben in de kruiden en planten van Suriname bij jullie de info verkrijgen? First of all, we hebben een website. Ja. We zitten in de, de sociale media. Ja. En daar zitten alle informatie. Uh, en uh, als u belt of u mailt, krijgt u altijd informatie van, van ons. Natuurlijk uh, uh, zitten we met uh, heel, heel veel vragen ja. uh, onder de aandoening en ziektebeelden. We zitten nu met eentje, dat is uh, zeg maar, uh, de endometriose. Dus, uh, daarmee ben ik zijn we ook bezig. endometriose, die uh, bedoelen voor het hele vrouwelijke uh, systeem. Ja. Dus uh, als het ontregelt, uh, en in Suriname zou men zeggen, mododressie en dergelijke. Okay. En, ja, dus uh, informatie, uh, ga, naar ons, uh, ga naar bij risc preparaten en dan punt komt, dan uh, zult u ons vinden. Oké, okay, ik wil je heel hartelijk dank zeggen, Berry, voor de komst in de studio. En ik wens je heel veel succes toe in de nabije toekomst en ook met betrekking tot eventueel vervolg in ons programma. Ja, dankjewel. Uh, bij deze wil ik uh, Latraille la uh, Televisie bedanken uh, voor deze super, super, super model kans in uw direct. Ik wens jullie heel veel succes. En top, God bless you. Beste kijkers, u heeft gekeken naar het programma Natraal TV Talktime. En we zien u graag de volgende keer weer terug.